gooi hem om dan. Nee. Doe dan, doe dan. Oh my god. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben echt uitgeput, trappen aan het lopen. Ik moet gaan. Het is donderdagochtend. En ik ga naar de kapper. Dus, kijk gezellig mee. Hoe erg is mijn uitgroei, by the way? Check. Echt niet normaal. Het is ook nat, dus het lijkt misschien nog erger. Oké. Okay. Ik ben aangekomen bij de Color. We hebben mijn kleur ingezet. Tenminste, we. Floor. En ik wilde een klein inimini stipje uitgroei houden van het zwart. Omdat ik natuurlijk weer zo heel blond te doen. Dus zij heeft het iets anders gedaan dan normaal. Eigenlijk hetzelfde als highlights, alleen dan anders. Alles, slices. Behalve de aanzet. We zijn al een uurtje of zo bezig met de extensions. Romy is extensions aan het zetten. Ik vind haar kleur zo mooi. Maar ja, ze zijn dus nu zo lang. Het voelt wel echt lekker zacht. Maar goed, ik ga straks even het eindresultaat laten zien. Want dit is niet... Hoe lang zijn deze? 60 centimeter of zo? 50, ja. Oh ja? 55. 50, ja, ze zijn echt lang. Nu ben ik echt Stephanie. Die is ook zo lang haar. Het is wel, maar ik vind het bij bruin haar wel mooier als het zo lang is. Het ziet er natuurlijker uit. Ja. Ja. Bij blond is het inderdaad echt dat Barbie. Het wordt een beetje ordinair vaak snel, ja. Terwijl dit haar niet, omdat het niet van dat goedkope haar, het is niet echt ordinair haar. Het is echt mooi haar. En na een lange zit ben ik klaar. Ik vind het wel echt super mooi geworden. Het is nu even stijl, maar ik ga. Ik weet niet of ik vanavond ga, ik denk morgen ga ik doen. Ik ben thuis. Hoi Sander. Hoi Noortje de Groot, a.k.a. the Queen of Jetlag. Hi, find me. Wat is jouw haar ontzettend blond? Blond en mooi. I love it. Het is alleen stijl. Ik vind stijl haar niet mooi bij mij staan. Wat vind jij? Hartjes in mijn ogen? Ja. Vind je stijl haar mooi bij mij staan? Ja. Ik ga kijken wat ik aan ga doen. Sander en ik gaan met tante Momo en Lars uit eten bij Cool Kitchen eten, toch? Ja. KU Kitchen in de Utrechtse straat. So I will let you know if it's nice. What to wear. Okay. Ik denk dit pak aan van IMGIA. This one. Denk ik. This will be cute. Even kijken welk t-shirt ik eronder aan doe. Let's see. Ik heb zo weinig shirts. I love my life. Misschien mijn Playboy shirt. Ja, gaan we gezellig uit eten. Zonder kinderen. So, that's not happening too often. We gaan waarschijnlijk deze maand naar Dubai met Olivia. Dus dat wordt leuk. Maar ik hou jullie op de hoogte. Oké, omkleden. Oké, ik heb het aan. Kijk. Sorry, I know. Het is een bende. Dit is hoe het eruit ziet. Ik ga even op mijn kleren staan. Kijk. Wel leuk, hè? Dit pak is van IMG uit de lepel. Oh, lekker hoor. Wij zijn in Cool Kitchen met Lars, tante Momo. En de eerste dishes zijn er. Dit lijkt wel op groente, dus dit sla ik over. Ja, dat vind ik echt zo lekker. Oh, echt wat goed. Wij zijn weer thuis. Het was echt super gezellig. En het eten was echt lekker, Bieps. You have to come at some point. Dat is leuk. Ik heb een hele bak sushi voor mij genomen. Dat vind ik zo aardig. Dat is echt wat een goede vader doet. En Oreo's. Ja, dat is echt, zeg maar... Ja. En ijs. Ja. Wat vond je van het eten? Ja, vond heel lekker. Ook. Echt super lekker. We hadden echt te veel besteld. Echt te veel besteld. Maar het was wel echt lekker. Ik had zo'n honger, dat heb je wel. Ik ook. Ik wilde ook echt dat je de hele kaart ging bestellen. Ja. Maar het was heel gezellig. En alleen, tuna tataki is geen sushi roll. Ja, tuna tataki, dat was echt heel veel ook, ineens. Oef. Maar goed, Lars en Mo rijden lekker naar huis en wij gaan American Idol kijken. Daar zijn we echt mega verslaafd aan.
En vorig jaar was het er niet en we kijken dit al echt... Nou, ik kijk dit al vanaf dat ik 16 ben of zo echt. Nee, dat is niet waar. 12. Vanaf dat ik 12 ben. Ik heb echt alle 16 seizoenen gezien. Ik ben echt heel moe. Wil je niet kijken nog met ons? Ja, wel. Maar ik zeg alleen dat... Even lieve stiefmoeder zijn knuffel. Kijk, papa help. Sander, kom je erbij? Yes. Allemaal. Je hoort er, je hebt niet echt zin om met ons te knuffelen. Ja, natuurlijk. Ik heb altijd zin om jullie te knuffelen. Misschien zijn we... Oh ja, vertel. Vertel. Ja, gewoon. Bibi was niet alleen thuis met de oppas, jongens. Vertel. Ja, gewoon. Zo lief. Ze was alleen maar in jou geïnteresseerd, hè? Ja. Het was wel echt... Het was Had ik verteld dat ze op de crash heel de dag vertelt dat ze toppetje spelen Bibi. Dat zegt ze de hele dag daar. Want Haskia zei tegen mij van, speelt Olivia vaak verstoppertje met Bibi? Ja, maar dus toen in Miami, dat was zo leuk. Wij hebben het gisteren ook weer gedaan. Dus ik zei zo, ja, dat klopt. Dat zei Haskia, ja, dat zegt ze de hele dag dat ze verstoppertje speelt met Bibi. Zo leuk. Ze was zo lief. Ook toen ze ging slapen. Kees slaapt. Papa slaapt. Poes. Poes slaapt. Konijn slaapt. Ging jij haar naar bed brengen? Ja. Echt? Ja. Had je, ging je ook, zei ze niet de hele tijd zingen? Ja. Maar ik heb, toen deed ik echt van, die slaapt, en toen ging ze slapen. Echt? Ja. Dat moet je ook doen. Ik moet altijd zingen. En Olivia heeft nu ook een voorkeur dan, zeg maar elke avond, ze wil slaapkindje slaap in de maneschijn of olifantje in het bos. En dan gaat ze ook eerst, zegt ze zingen, en dan daarna zegt ze welk, wat ik moet zingen. Daar heeft ze ook echt een hele duidelijke... Ja. Voorkeur voor. Ja, morgen was Sushi even, toch? Ik sta zaterdag in de Hudson's Bay. Ja. Kom je langs? Ik heb zaterdag echt een hele drukke dag. Van 1 tot 2. Wat moet je doen dan? Dat kan ik wel. Oké, top. Dat dacht ik al. Wat moet je doen? Zet verjaardag. Maar ik slaap hier vrijdagavond, hè? Ja? Misschien kan je even met me mee dan. Ja. Want papa blijft bij Olly. Waar naartoe? Naar de Hudson's Bay. Daar moet ik zaterdag zijn. Ik moet om 3 uur bij... Hoe lang heb jij je zo'n mening dan? 1 tot 2. Maar dan kan dat toch mooi. Bibi kan mee, dan blijf jij met Ol thuis. Jongens, Oli slaapt ook dus. Jongens, ik kreeg net, het gaat even over mij, maar ik kreeg net zulke mooi nieuws van iemand over mijn nieuwe platen. Echt, wat dan? Ja, dat is echt, ja. Welke? Wat dan? Gek fantastisch. Van wie? Ja, van een vriend van mij. Ik kan er niet veel over zeggen, doei. Hey guys, good morning. Het is vrijdagochtend en ik heb me aangekleed. En ik heb mijn haar dus gedaan sinds ik naar de kapper ben geweest. Maar ik vind misschien dat ik iets te veel extensions heb. Wacht, ik ga even mijn jas uitdoen. En dan ga ik jullie laten oordelen hierover. Terwijl ik even koffie maak. I'm gonna shoot. Ik vind het dus een beetje ordinair staan. Deze trui is trouwens van de Zara, mocht iemand geïnteresseerd zijn. Kijk. Ik heb het net gekruld, dus het zit sowieso niet echt denderend. Maar... Vinden jullie het ook te veel haar? Ik denk dat ik gewoon... Misschien dat ik mijn haar gewoon tot hier kort ga knippen. Ik heb echt zo'n haardilemma. Ja, I just... No. Ik wou dat jullie nu meteen konden antwoorden. Iedereen zit waarschijnlijk ook op school. Ik wil echt live gaan en vragen, zal ik mijn haar knippen? Ja of nee? Misschien moet ik een poll doen op Insta. Hoe leuk is deze trui? Ik heb hem net voor het eerst aangedaan. Ik heb hem in een M. Niks van mijn kleding, echt bijna niks, in een S. Voor degenen die het altijd vragen. It's all ML, XL. Misschien ga ik deze oorbellen wel in doen. Ik zit echt in de identiteitscrisis. Is het leuker? Ja, dat is leuker. Ik heb trouwens echt wel leuke reacties ontvangen van Engelstalige mensen die mij volgen dat ze het fijn vinden. Dat de vorige vlog. Nu heb ik hem niet in het goede gat. Oh my god, waarom is het zo'n enorme, verschrikkelijke kluts? Dat is echt niet leuk. Misschien moet ik wel een grotere krultang gebruiken. Really? Honestly? Seriously? Why? Nog een poging. In. Nee. Misschien moet ik hier gewoon een spiegel voor gebruiken. Ja.
Yay. Oh my god, mijn haar lijkt... Ik lijk wel een poedel. Het is echt ongelooflijk. Ik ga Sander hier denk ik even mee lastigvallen. Met mijn haardilemma. Misschien ben ik die look wel zat. Ik weet niet wat het is. Iets stoort me enorm. Anywho, there we go. Ik ga even lunchen met Sander. En dan gaan we naar het atelier van Jozef Kiblanski. Om naar te kijken. Dat is heel vet. En nee, ik ga niet vertellen wat ik allemaal ga doen. Jullie zien het vanzelf wel. Ik neem jullie de hele dag gezellig mee. Wij zijn aan het lunchen. Bij het Pulitzer Hotel. Het licht is hier heel mooi. Iedereen is hier echt weer knap. Hey guys, zo tof. Ik heb Olivia van de crash gehaald. Moet je nou kijken, dit haar is toch super tof. Hi Olivia. Ja, en we gaan naar mama toch? En naar wie nog meer? Pipi. Precies, super gezellig. Oké, doei. Ik ben weer thuis. Olivia heeft zulke lieve staartjes. Volgens mij heeft Sander dat al gefilmd. En we gaan nu lekker pizza eten. En ik ben zo blij. We zijn dus bij Mick Keus geweest. Hij heeft echt honderdduizenden vintage Levi's. En die maakt hij precies op maat van je lichaam. Omdat het meest flatterend is. En ik heb 4 Levi's gekocht. Broeken. Vintage broeken. Dus ik ben echt eindelijk de perfecte broeken. So I'm really happy. Nee. Ik wil gewoon dit heel de dag filmen. En het is even later. Mijn haar is echt prachtig. En ik... Bibi en Sander hebben net ijs gehaald. En we gaan lekker chillen. Ja. En Riverdale kijken. Lekker op de bank liggen. En morgen is mijn meet and greet. Dus dat ga ik ook filmen voor jullie. Dus slaap lekker allemaal en ik zie je morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar toch pak je die van andere mensen nog af. Kan je dat verklaren, Sander? We hebben net ontbeten. Ontbeten, dat klopt niet, hè? Ontbeten. En ik ga me opmaken. En Bibi en ik gaan daar dus bezig voor we take week. Good morning. Ik heb me opgemaakt. En ik heb mijn haar gesteld een keer. Ik weet niet of jullie het leuk vinden. Ik vind het zelf een beetje raar. Misschien, I don't know. Maar ik dacht, let's do something different. Ik ga nu naar de... ik moet echt gaan. Naar de meet and greet in Hudson's Bay. Dus ik ben benieuwd. Ik zal daar ook wel even een stukje filmen. Ik ben aangekomen in Hudson's Bay. En Bibi is gezellig mee. Bibi en ik zijn vandaag hair twins. We hebben allebei stelhaar. Mensen die zeggen dat Bibi er staart uit moet doen. She did it. Ja, maar ik doe dat best wel vaak. Dat is echt. Alleen als wij thuis zijn, ik ook, heb ik altijd gewoon mijn haar. Ik haat haar in een knot. Dan wordt het sowieso staan. Ik ook. Ik haat mijn haar. En nee, we zijn dus aangekomen hier bij de Create Beauty Bar en alle Anastasia producten. Deze is vandaag gelanceerd in Nederland, de Soft Glam. Simi gaat hem even laten zien. Echt super mooie kleurtjes. En de eerste 10 meiden die er vandaag komen, die krijgen een goodie bag waar deze ook in zit. En er waren al meiden om 7 uur en het is nu 1 uur. Dus ja, kijk. Hier zijn allemaal meiden aan het wachten. En deze meiden krijgen het allemaal goodie bag, die waren als eerste. Ik denk dat ik dat nu ga doen.
Want oké, dat is op zich wel nodig. Wil jij je wenkbrauwen laten doen? Je hebt hier dus... I know. Je hebt hier dus ook een brow bar. Deze is zo mooi. Welke? Ja, dit is echt niet normaal, hè? Maar ik wil dit gewoon om naar te kijken. Zo mooi. Maar ik wist dus niet, ja, dit is dus het eerste product deze dat ze hebben. Die contour kit, ja, die heb ik, die glow kit. Zo mooi. Maar deze wil ik eigenlijk ook. Zullen we deze eens kijken? Deze heb ik nog niet bekeken. Wil je die openen? Ja. Die is ook wel heel cool. Voor feestjes. Ja. Deze was dus het eerste, die zag ik. Dat is een poeder contour kit. Yeah. Dat is ook echt een mooie, tenminste ik gebruik altijd dit soort tinten omdat ik anders oranje word. Het is echt een mooie kleur. Ja. Deze en deze. Oh. Alle weer. Laten we naar Ol gaan. Ja. Die word ik wakker van, daar slaap je. We're home. Look at dad. Okay. What's dad been doing? Wie en ik moesten werken, maar ja. Dad was free. Ja, ik wil zeggen, dat is 340 keer onderop. Bibi en ik hebben nog wat make-upjes gekregen. Bibi heeft de soft glam, maar die heb ik al. En wat hebben we nog meer? Oh, we hebben lipkleuren gekregen. Mat lipstick set. En ik had net gezegd dat ik deze zo mooi vond. Dus die heb ik gekregen. Deze Modern Renaissance. Het is ook zo'n mooi fluweel. Dit zijn echt voor mij van die paletten waar je echt super lang mee doet. Kijk, deze kleuren. Guys. Oh my god. Zie ik, hè? Deze, ik denk dus dat die love letter. Ik vind dat zo'n bijzondere kleur. Wacht, even kijken. Ik denk dat dat heel mooi bij mij staat, omdat ik groene ogen heb. Wat vind, denk jij, Wiep? Ja, ik denk ook wel. Maar ik ben echt heel blij met deze. Hier, oh, die brow gel, oh ja. Die gebruik ik alleen al heel lang. Dus. Ja, en ik heb nog een cadeautje gekocht. Sibi heeft een cadeautje gekocht. Voor Montana. Want Bibi gaat naar... Oh, I love it. Bibi gaat deze kleur is echt da bam. Dat is echt mooi. Zijn er mensen die de bam zeggen op de middelbare school? Nee. De bam? Dat woord kan echt niet. Nee. Dat is echt zo uit. Zeg jij. Huh? Jij noemt TNT nog steeds PTT Post, San. Met alle respect. Dus je kan mij wel uitlachen omdat ik één keer da bam zeg. Dabam? Are you serious? Ik heb nog iets leuks om te laten zien, Wieps. Wow. Dit kwam net binnen. De nieuwe L'Officiel. Die staat er op de cover. Een model. Oh. Leuk. Heel mooi. I love. Love, love, love. L'Officiel. So much. Ik ga dit lekker helemaal uitlezen. Nee. Ja, maar die styling en zo. Kijk, L'Officiel is iets minder commercieel dan de meeste Nederlandse bladen. En dat zie je gewoon echt terug aan hoe de styling. Het is gewoon allemaal net iets cooler. Hoe vet is dit? Heel vet. Ik ben echt epische reclame aan het maken. Maar I love L'Officiel en iedereen die daar werkt. Ja. Ik vind gewoon hun styling echt zo. Ik ben ook zo'n fan van haar. Jij ook? Ik ben zo'n fan, girl. En laatst hebben twee mensen tegen mij gezegd. Toen was ik echt zo blij voor je dat jij op haar lijkt. Zij is een superbekend model, Kaya Gerber. En ik ben echt fan van haar. Oh, dat vind ik echt heel aardig dat diegene dat zegt. Net twee keer al, hè, deze week. Echt? Ja, Bibi is echt een beetje een kleine Kaya Gerber, zei iemand. Maar oh. Ik ben echt extreem fan van haar. Maar dat vind ik echt heel aardig. Ja, and I get that. Ja, kijk, dat is echt knap. Zij is zo knap. Maar ze lijkt ook wel echt een beetje op jou. Ze heeft iets donkerder haar. Ja. Maar ze heeft wel dezelfde ogen en wenkbrauwen als jij. Ja, inderdaad. Je moet haar volg jaar niet op Insta. Nee. Ik ben zo'n fan van haar. Ja, ik ga het nu doen. Zijn dochter wil Cindy Crawford. Aha. Ik heb het bijna op, maar Sander maakt echt de lekkerste lunch. Sander heeft een toren gebouwd. Oh, gooi hem om dan. Nee. Doe dan, doe dan. Oh my god. Goed zo. Oh. Nee. 12 hours, guys. 12 hours in de building. 12 hours. Dit doen. Hé jongens, maar even serieus. Het is zo koud buiten. En wind. Ja. Hoe was het vandaag bij de Hudson's? Leuk. Was het nice? Was wel leuk. Cool, nice. Goed, ik vond het leuk dat je met Bibi was. Ja, dat was echt super gezellig. Ga je een mokje drinken? Andersom. Nee, handiger. Goed, het komt eruit. Holly heeft mijn foundation kwast op haar oog gedaan. En ik zie dat, zit overal foundation op haar oog. Nee. Fondation. Het is een pinding, hè?
Ik ga weer ophangen. Doei. We zijn boodschappen gaan doen. Maar voor de rest is het gewoon echt gewoon, heb ik het goed. Molly zit in de kar. En we gaan wraps maken vanavond. Toch? Ik ga wraps maken zo. Is dat zo? Ik heb er zo'n zin in. Ga ik een vlog ook, hè, als je dat gaat maken? Ja, is goed. Lijkt me echt. Ja, maar het zijn wel ongezonde wraps, dus dan zijn we geen goede inspiration. Ja, het is Saturday night. Ja, maar gisteren was het pizza en de dag daarvoor ook. Wij zijn thuis en ik had bij de meet and greet deze briefkaart, ik weet niet wat het is, gehad, van Robbie. Laten we die even openmaken. Ah, dit is super lief. Hoi Noor, die video's zijn geweldig. Mijn foto's ook, Robbie. En dit is een cadeautje. Kijk hoe lief, dat had iemand meegenomen naar de meet and greet. Ook echt een leuk bandje. Super lief. Good morning. Het is zondagochtend en we hebben net ontbeten. En we gaan nu naar Twente. Voel me nog heel veel aankleden. Nou ja, tenminste, ik ga gewoon ons pak aan doen die uitverkocht is. En ik baal echt, want ik had er eigenlijk nog twee reserve. Is wel lekker. Twee reserve gewild voor, maar lekker wel grijs. Twee reserve gewild voor myself. But that's not possible, sorry. Dit is even een prachtig shot van onder. Ja, dus dat is een beetje kut. Maar goed, live. En die sterrenpyjama is ook nu bijna uitverkocht. Dus ik ga even een emmetje apart houden nu. Voordat ik die ook niet meer extra heb. Dus dat is wel jammer. It's the end, almost the end van die collectie. Maar goed. Oeh, kijk hoe leuk dit is. Al die Polaroids. Ik heb haar gekleed. Mijn haar zit echt de plukje, jongen. Ik heb me aangekleed. Hoe is het in de auto? Bibi gaat vandaag naar haar andere opa Roma, dus die is helaas niet mee. En we gaan naar Twente toe. Hey guys, sorry. Ik zie net dat ik helemaal de vlog niet heb afgesloten deze week. En gisteren ook niet meer gevlogd heb bij opa en oma. Maar goed. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. Dat zou ik super leuk vinden hieronder. En ik zie jullie zondag.